van Eerste Net. Televisie aangezet. Ga maar zitten en doe mee. Kijk naar Bas op de tv. Hey, daar is Bas met zijn volle krantentas. Ja hoor, in die tas brengt hij onze krant van Bas. Hey, kinderkrant, alle dingen aan de kant. Hey, kijk je mee naar de krant van Bas op de tv. Nou, in de zomertijd hebben we rondgelopen in het mooie dorp Orvelte, maar nu zitten we weer op ons oude plekje en Lanny is er ook weer bij. Ja, en Lanny heeft een hele vakantie de tijd gehad om nu eens een grapje te verzinnen waarmee ze mij voor de gek wil houden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik had er genoeg tijd voor, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Zeg maar, jij mag nou even niet kijken, dus je moet je ogen dicht doen of de andere kant op kijken. Nou ja, wat zou ik doen? Dan maar de andere kant uit kijken. Ja, hè? Ogen dicht, dat hou ik vast niet zo lang vol. Nou, dan gaan we er maar. Dus. Ik zal jullie vast laten zien hoe je dat moet maken. Even kijken hoor. Het is heel makkelijk te maken, maar heel moeilijk op te lossen, Wim. Ja, het is met een schaar, dat heb ik al in de gaten geloof. Inderdaad. Zo, dat zie je wel, is heel eenvoudig. En dan vouw ik hem zo. Zie je het? Nee, ik zie zo, niet. Wim, nou mag jij kijken. Probeer jij dat eens na te maken. Je mag hem niet optillen hoor. Je mag hem niet optillen. Nee. Mag ik er dan eens schuiven? Ja, schuiven mag. Daar is wel iets geks mee aan de hand. Ja, hè? Gebruik je maar één kaart? Ja, maar eentje. Een kaart en een schaar heb je ervoor nodig. Dus dat ik mag hem dus niet optillen? Nee. Is en waarachtig, dat ziet er onmogelijk uit eigenlijk. Moeilijk, hè? Ja. Moet je proberen? Ik weet het, ik geloof dat ik het weet. Ja, ik snap hoe het werkt. Maar hoe doe je dat nou? Even redeneren hoor. Ik mag er dus niet aan. Kon ik hem nou maar eventjes aanraken, dan kon ik het even... Even uitproberen. Ja. Even uitproberen. Nee, dat is juist de clue. Ja. Hebben jullie het gezien, hoe het werkt? Dat is... Ja, zeker. Oh, je hebt het al uitgelegd natuurlijk. Ja. Ik heb het alleen niet gezien. Ja, ik snap het wel, maar ik zou niet weten hoe ik het nou knippen moest. Eens even kijken hoor. Nee, het zit toch niet helemaal doorgeknipt. Kijk hoor. Tot het midden. Die overeind. Dan moet er nog wat gebeuren. Ja, ik... Ik denk dat ik het weet, of niet? Ja, ik denk dat ik het weet. Nou ik denk dat ik het weet. Straks, ik denk dat ik het weet. Ik zal er even over nadenken. Echt? Ja, ik zal proberen hem straks in één keer goed te maken. Ik geloof dat ik het in de gaten. Nou, ik ben benieuwd. Goed, nou, straks dan zal ik eens kijken of ik het inderdaad onder de knie heb. Maar goed, we zijn natuurlijk allemaal ontzettend benieuwd hoe het met Bas en Barbara staat. Of ze weer nieuwe avonturen zullen beleven. En natuurlijk willen we ook graag van Lanny flap uit weer horen. Nou, ik neem hem nog even mee. En dan gaan we nu samen luisteren naar Lanny in Flap Uit. Weet je waar je tegenwoordig heel erg voor moet uitkijken? Dat je niet verkeerd beïnvloed wordt. Want dan komen er steeds meer dingen in je leven die er niet in thuis horen en waar je erg ongelukkig van wordt. En vervelend genoeg gaat dat vanzelf als je niet uitkijkt. Want de wereld om je heen is vol van dat soort dingen. Een tijdje geleden hebben we het daar ook over gehad. Toen hebben we je met een voorbeeldje laten zien hoe dat gaat. En ook wat je er tegen kunt doen. Als ik het je laat zien, dan weet je het vast wel weer. Zie je wel? Weet je nog wat het voorstelt? Het is een bak met modderwater waar een bekertje in zit. En dat bekertje zit natuurlijk ook vol prut. Dat kan niet anders. Maar hoe verander je dat nou? Kijk maar. De prut moet er van buitenaf worden uitgespoeld met schoon water. En zolang dat schone water blijft stromen,
blijft het bekertje schoon. En dat niet alleen, ook de omgeving wordt erdoor beïnvloed. Weet je, dat gebeurt er nu ook met ons, wanneer we contact krijgen met God en voor Hem openstaan. Alles wat niet in je leven thuis hoort, gaat dan verdwijnen en er komt iets goeds voor in de plaats. En als dat contact met God blijft, dan zal het ook in onze omgeving te merken zijn. Dan krijgen we dus een goede invloed op de mensen om ons heen, in plaats van dat zij een verkeerde invloed krijgen op ons, snap je? Maar nu dat contact met God, hè, want daar gaat het om. Wat zou je daar nou voor nodig hebben om dat te krijgen? Nou, om dat goed te begrijpen en te onthouden, gaan we deze keer een checklist gebruiken. Weet je wat dat is? Dat is een lijstje waarop alle dingen netjes in volgorde staan die we niet mogen vergeten. En voor het contact met God is er ook zo'n checklist. Maar voor ik je die laat zien, gaan we eerst kijken naar een belevenis van Bas en Barbara. Want daar komt ook een checklist in voor. Eindelijk is het zover. Barbara krijgt de wasautomaat. Dat zal een hele verandering worden, want zoals je ziet doet ze de was nog steeds met de hand. Nu is dat goed te doen hoor, voor twee personen. Als je je maar niet vaker verschoont dan één keer per week, zoals vroeger. Maar zelfs Bas is niet meer zo ouderwets tegenwoordig. Al heeft het Barbara moeite genoeg gekost om hem zover te krijgen. Maar vaker verschonen betekent natuurlijk wel meer wasgoed. Vandaar dat de tijd nu zo langzamerhand rijp werd voor de aanschaf van een wasautomaat. Jongen, zegt Bas tegen Barbara als het apparaat is gearriveerd. Ik kan me niet voorstellen dat jij dat geval bedienen kan. Hij kijkt eens naar het bedieningspaneel. Het is ook niet niks. Volgens de folder heeft het apparaat wel 10 wasprogramma's, 3 wasmiddelenbakjes, 2 waterstanden en 2 wasritmes. Technische besturing met 4 aparte thermostaten en ook nog eens een centrifuge met 2 snelheden. Nou, probeer dat allemaal maar eens uit elkaar te houden. Ga jij nu maar naar je tuintje, zegt Barbara zelfverzekerd. Ik red me wel. Nou, ik help het je hopen, zegt Bas bij de deur. Maar geloven doe ik het nog niet zo erg. Zo, zegt Barbara, blij dat ze nu even alleen is. Eerst maar eens even de toevoerslang voor het water aansluiten. Het apparaat heeft alleen maar koud water nodig en een wasmiddel. En de rest doet hij dan vanzelf. Nadat ze het wasgoed in de trommel heeft gedaan en het wasmiddel in één van de bakjes, zet ze de knoppen zo, zoals in de handleiding staat aangegeven. Nu zou er natuurlijk wat moeten gaan gebeuren. Maar dat is vreemd. Er gebeurt helemaal niks. Wacht eens, heeft ze de kraan eigenlijk wel opengedraaid? Nee hoor, dat was het natuurlijk. Helemaal vergeten. Maar ook met de open kraan gebeurt er niks. Dat is gek. Hoe kan het nou, mompelt Barbara. Alle knoppen staan goed, de kraan staat open, het wasmiddel en de was allebei op de goede plaats, en nog doet hij het niet. Zou ik dan toch nog wat vergeten zijn? Het moet wel, want stuk zal die nog wel niet wezen. Ze begrijpt er niks van. Vervelend nou. Straks krijgt Bas nog gelijk ook met zijn vervelende opmerking. Wat dom. De stekker zit nog niet in het stopcontact. Dat ze dat nu kon vergeten. En ja hoor, nu werkt hij. Ze hoort het water in de machine lopen en even later begint de was. Het klinkt haar als muziek in de oren. Zie je wel, denkt ze bij zichzelf, het is helemaal niet zo moeilijk. En weet je wat nu het leukste is? Dat je er niet bij hoeft te blijven. Het gaat verder allemaal vanzelf. Nu kan ze mooi wat boodschappen gaan doen, want volgens de handleiding duurt het wassen ruim 3 kwartier. Ik ga even naar de kruidenier hoor, zegt ze triomfantelijk tegen Bas die in zijn tuintje bezig is. En je was dan? Vraagt hij verbaasd. Heb je ding aan de gang gekregen? Natuurlijk, zegt Barbara. Een kind kan de was doen. Alles gaat verder vanzelf. Over een half uurtje ben ik terug. Hoe is het mogelijk? Mompelt Bas terwijl hij haar vol bewondering nakijkt. Ik wist niet dat ze zo technisch was. Maar als Bas even later uit nieuwsgierigheid een kijkje wil gaan nemen bij het wonderlijke apparaat, krijgt hij de schrik van zijn leven. De hele vloer is kletsnat. En met grote golven stroomt er steeds meer water uit het apparaat. Oh, kreunt Bas, daar heb je het al. Het enige wat hem te binnen schiet is zo gauw mogelijk de kraan dicht te draaien. Maar dat helpt niet veel, het water blijft stromen.
Dan de stekker maar uit de stopcontact, denkt Bas ten einde raad. En tot zijn verbazing houdt de waterstroom onmiddellijk op. Tjonge, mompelt Bas bij zichzelf, dat is me ook een toestand. Gelukkig is de vloer in de bijkeuken van beton en is er zelfs ook een afvoerputje in de hoek, zodat de schade nogal meevalt. Als Barbara even later thuis komt, is Bas dan ook bijna klaar met dweilen. Wat krijgen we nou? Zegt ze verschrikt als ze Bas zo bezig ziet. En dan krijgt ze het hele verhaal te horen. Oh, wat dom, zegt ze. Ik ben natuurlijk vergeten de afvoerslang in de wasbak te hangen. Dat ik daar nu niet aan gedacht heb. Maar ja, je moet ook aan zoveel dingen tegelijk denken bij zo'n ingewikkeld apparaat. Zegt Bas voorzichtig, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. Misschien is dat de reden dat ze er altijd een gebruiksaanwijzing bij doen. Zou daar ook geen checklist in staan? Een checklist? Vraagt Barbara. Wat is dat nou weer? Nou, zegt Bas, een checklist is gewoon een lijstje met dingen die je niet mag vergeten. En zo'n lijstje staat ook vast wel in je gebruiksaanwijzing. Ja, Bas heeft gelijk. Als ze even later de gebruiksaanwijzing erbij gehaald hebben, zien ze dat er zelfs twee in staan. Eén checklist waarin alle dingen op een rijtje staan die je niet moet vergeten als je gaat wassen. En één met allerlei zaken die je na moet kijken als het apparaat het een keer niet doet. Makkelijk, hè, zegt Bas. Op die manier hoef je nooit meer wat te vergeten. Tja, zegt Barbara, erg makkelijk. Wat dat betreft zou het voor jou ook wel wat wezen, zo'n checklist. Hoezo? Vraagt Bas. Nou, antwoordt Barbara, jij vergeet ook nog wel eens wat. Het dichtdoen van het tubetje tandpasta bijvoorbeeld, of het poetsen van je schoenen, of het je op tijd verschonen. Nou, zeg jij maar niks, lacht Bas. Jij vergeet zelfs je man een dikke zoen te geven, voor het uitweiden van de bijkeuken. Die krijg je zo gauw er niemand meer kijkt, zegt Barbara gevat. Goed, zegt Bas, en zet nu maar gauw je wasautomaat weer aan, want anders kan ik me morgen niet eens verschonen. En vergeet je checklist niet, hè? Zeg, heb jij ook wel eens een checklist gemaakt? Ik denk haast van wel, hè? Als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, of als je gaat logeren, dan maak jij toch ook wel eens een lijstje met dingen die je mee wilt nemen? Als je dan gaat inpakken, dan zet je bij alles wat je gehad hebt een kruisje. Afchecken heet dat. Daarom heet zo'n lijstje ook een checklist. En als je op die manier je hele lijst afwerkt, kun je niets vergeten. Maar nu heb ik aan het begin al gezegd dat er voor een goed contact met God ook zo'n checklist is. Daarin staat dus alles op een rijtje wat je voor dat contact nodig hebt. Die checklist staat in de Bijbel. Hier is die. Het lijkt helemaal niet op een checklist, hè? Maar toch is het er een. Weet je wat het is? Het is een soort verplaatsbare tempel. Dat is een heiligdom dat de Israëlieten moesten maken toen ze zo'n 3000 jaar geleden door de woestijn naar het beloofde land Kanaan moesten trekken. In dat heiligdom stonden nu alle dingen die ze nodig hadden om met God contact te hebben. En weet je, al die dingen hebben wij ook nodig voor het contact met God. Dat zal ik je laten zien. Daarom is het een prachtige checklist. Laten we eerst alles maar eens goed bekijken. Rondom het heiligdom zien we een hoge afrastering, een soort schutting, gemaakt van linnen, met aan de voorkant een hele brede ingang. Als je daardoor naar binnen gaat, kom je eerst een altaar tegen, waar offers op gebracht worden. Dan kom je bij een wasvat, een grote koperen kom met water. En dan sta je voor een grote tent. Die tent wordt de tabernakel genoemd. In die tabernakel, we zien hem hiervan opzij, zijn twee afdelingen, waarvan de voorste de grootste is. Daarin vinden we een kandelaar met 7 armen en daarop 7 vlammetjes. Ook staat er een tafel met broden erop. En dan staat er nog een klein altaar, waarop reukwerk wordt gebrand. In de kleine ruimte staat een met goud overtrokken kist met 2 gouden engelen erop. Dat is de ark. Dat was voor de Israëlieten wel het meest belangrijke gedeelte van de tabernakel, omdat God daar toen aanwezig was. Zo, hier staat alles nog even op een rijtje. Voordat iemand nu met God in contact kon komen, moest hij dus eerst langs 6 dingen. Eerst moest hij door de toegangspoort, dan langs het grote altaar en langs het wasvat
Dan kwam hij voorbij de kandelaar en de tafel met broden. En het laatste wat hij moest passeren was het reukwerkaltaar. Kijk, die zes dingen laten ons nu precies zien wat ook wij nodig hebben voor een goed contact met God. En als we dat contact met God kwijt zijn, dan kunnen we met behulp van deze checklist precies aan de weet komen waar de fout zit. Alleen moeten we dan wel weten wat die zes dingen betekenen. Goed, laten we beginnen met nummer 1. Dat was de ingang, oftewel de deur. De Heer Jezus heeft eens gezegd dat Hij een deur is. De deur tussen het rijk van de duivel en het rijk van God. Het rijk van de duivel is het rijk van de duisternis, waar de mensen slaven zijn van de zonde en allerlei vervelende dingen. En het rijk van God is het rijk waar God de baas is. En overal waar God de baas is, is licht en vrede en blijdschap. Nou, wanneer je je nu overgeeft aan de Heer Jezus, dan ga je door de deur en kom je in het rijk van God. Dat is de betekenis van het eerste punt van de checklist. Het is nodig dat je je overgeeft aan de Heer Jezus. Wat zou dat altaar betekenen? Op een altaar werden offers gebracht. Als iemand iets verkeerds had gedaan, iets wat hij niet meer goed kon maken en hij had straf verdiend, dan mocht hij zijn hand leggen op de kop van een schaap. Dan ging de schuld van de man over op het schaap en dat schaap werd dan geofferd. Zo raakte de man zijn schuld kwijt en kreeg hij vergeving. Wij krijgen vergeving omdat de Heer Jezus voor ons de schuld heeft overgenomen en zichzelf geofferd heeft. En dat is punt 2 van de checklist. Het is nodig dat we vergeving ontvangen voor alles wat we verkeerd gedaan hebben. En dat ontvangen we wanneer we de verkeerde dingen die we hebben gedaan eerlijk tegen de Heer Jezus zeggen in ons gebed. Waar een wasvat voor dient, weet je wel, hè? Daar kun je je wassen. Daar word je schoon. Dat betekent dat we van binnen schoongemaakt, gereinigd moeten worden van alles wat niet goed is. Het is dus nodig dat je samen met de Heere Jezus alles uit je leven wegdoet wat niet deugt. Dat is de betekenis van het wasvat, reiniging. Nu is de kandelaar aan de beurt. Wat zou die betekenen? Je ziet dat alle armen vastzitten aan de middelste. Ze vormen één geheel met elkaar en ze geven allemaal licht. Zo mogen wij ook bij de Heer Jezus horen. En dan horen we ook allemaal bij elkaar. Dat is nummer 4 van het lijstje. Verbonden blijven met de Heer Jezus en met de anderen die de Heer Jezus kennen. Weet je wat het brood betekent? Dat betekent voedsel. Voedsel voor je lichaam. Daar word je sterk van en gezond. En weet je waar je geloof in de Heere Jezus sterk en gezond van wordt? Van wat er in de Bijbel staat. Dat is nummer 5. Gebruik je Bijbel. Dat is brood voor je hart, wordt er wel eens gezegd. Daar word je geloof sterk van. Nu komen we bij het 6e voorwerp in de tabernakel. Het reukwerkaltaar. Dat is een altaar waarop reukwerk wordt gebrand. In de Bijbel wordt de heerlijke geur die van het reukwerk opstijgt, wel vergeleken met het gebed. Dat is dan punt 6. Het is nodig dat we tijd nemen om te bidden. En zo komen we in contact met God, want dat is de betekenis van punt 7. De plaats van het contact met God. Zo, nu hebben we gezien wat alles betekent en wat we nodig hebben voor een goed contact met God. Het is een mooie checklist om eens bij jezelf na te gaan wat je nog vergeten bent of wat er nog aan ontbreekt. Zou er bij jou nog wat aan ontbreken? Laten we samen maar eens gaan kijken. Ben je het Koninkrijk van God al binnengegaan door je aan de Heere Jezus toe te vertrouwen? Heb je zijn vergeving aangenomen? Zijn er nog dingen in je leven die niet goed zijn en die je nodig weg moet doen? Heb je ook contact met anderen die de Heer Jezus kennen, op een Bijbelclub of zondagschool bijvoorbeeld? Zorg je ervoor dat je steeds meer aan de weet komt wat er in de Bijbel staat? En neem je de tijd om alles met God te bespreken in je gebed? Makkelijk hè, zo'n checklist. Zo kom je precies aan de weet waar het nog niet goed zit en wat er nog veranderen moet. En weet je, de Heer Jezus staat klaar om je daarbij op allerlei manieren te helpen. Hij wil niets liever dan dat je een goed contact hebt met God, zijn Vader.
En je weet het, hè? Door een goed contact met God hebben de verkeerde dingen om je heen geen kans meer om je leven binnen te komen. En dat kunnen we tegenwoordig goed gebruiken, vind je niet? En dan is hier de nieuwe puzzel. Zoals altijd is het ook nu weer een rebus waarbij je moet proberen om de tekeningetjes door woorden te vervangen en let dan goed op dat je de letters zo verandert als aangegeven staat. We laten hem even staan, dan heb je rustig de tijd om hem op te lossen of even over te schrijven. Nou, nog weer even dat netelige probleem van dat, hoe noem je dat, hè? Vouwknip. Ja? Ik weet ook niet hoe dat heet, hoor. Kunstenaar. Ik was zo ver gekomen dat ik dacht dat ik wist hoe het moest. Nou, eens even kijken of ik gelijk heb. Hier heb ik twee knipjes gegeven. Nou, denk ik, als ik dat zo goed bekijk, dat ik ook hier nog een knipje moet geven. Zo, tot precies het midden. En dan nu? Ja, nou denk ik dat de handigheid is dat je het... Joep. Ja, inderdaad zeg. Je bent slimmer dan ik dacht. Dus van dit, hè? Nou, ben ik slimmer dan je dacht? Ja. Ik heb toch al heel wat knutselgrapjes gedaan? Ja, je bent natuurlijk al helemaal doorgewinterde knutselaar. Ja, dat denken de mensen wel meer van. Maar het valt mee. Kijk, ik heb het eigenlijk niet goed gedaan. Dat zie je nu meteen. Het is niet helemaal recht, hè? Nee. En nou, dan mislukt het een beetje. Je moet precies tot het midden knippen. Anders dan zie je dat ik door het omdraaien... Het is een beetje scheef, ja. Als ik niet precies tot het midden heb geknipt, dan ga je het omdraaien. Kijk, nu is het gelijk. Draai je het om. Dat weten we dan ook meteen. Ja, dan zie je het daar. Dus je moet precies tot het midden gaan. Ja. Nou, dat is dus een schitterend grapje. Maar ik vind het ontzettend goed, hoor, dat je er zonder gekomen bent. Nou, ik vind het nog veel knapper dat jij dat grapje bedacht hebt. Of heb je het niet helemaal eerlijk zelf gezegd bedacht? Eerlijk gezegd niet, hoor. Oh, het heeft, even denken, Erik Snoek uit Rotterdam bedacht. Oh, nou, dan is hij heel erg knap. Dus ja. Erik, dan bedanken we je heel hartelijk voor dat grapje wat wij op die manier hebben kunnen doen. Misschien is het goed dat je het nog één keer Zal ik het nog een keer voordoen? Ja, het was jouw grapje uiteindelijk. Nou ja, Erik zijn grapje. Ja. Kijk, je knipt dus hier precies in het midden. Tot het midden. Maar je hebt daar alvast een stipje gezet om precies het midden te bepalen. Ja, precies. Ja, ja. Nou, dat is wel verstandig, want dat heb je hier aan gezien, hè? Als ik hem dan op het eind... Kijk, zo is hij recht. Draai ik hem dan op het eind om, dan komt hij niet gelijk uit. Inderdaad. En dan verraad je alles. Dus dat is eigenlijk wel verstandig om er een klein stipje op te zetten van tevoren, wat het midden precies is. Dan knip je precies tot het stipje. Ja. Goed. Die ook precies tot het midden. Ja. En niet verder. Nee. En hier ook weer één knipje. Ja. Nou, dat is niet moeilijk te onthouden. Dat kun je heel goed zien hoe dat werkt. Ja. Nou, die en dan vouw je die naar van je af. Ja. En dan vouw je die even dubbel, zo. Die ook. En dan staat die rechtop. Ja, heb je hem? Ja, en zie je iedereen die je dat die je dat zo te doen geeft, die zit vol. Ja, ik was stom verbaasd. Ja. Hoe kan dat nou? Dat bestaat bijna niet. Dat komt omdat je niet ziet dat je gevouwen hebt. Nee, dat komt omdat dat foutje zowel daar als daar zit. Dus dat maakt het zo moeilijk. Nou, ik vind het een ontzettend leuk grapje. Je staat er toch soms verbaasd van hoe met eenvoudige middelen je toch een verschrikkelijk moeilijk raadseltje
kunt maken. Nou, dat moet je best eens proberen morgen bij je vrienden en vriendinnen op school. Om eens te kijken of zij daaruit kunnen komen. En wie weet kun je de meester of je leraar er wel tussen proberen te nemen. Dat lukt ook vast met dit grapje. Goed. En je hoeft er niet speciaal karton of zo voor te nemen. Nee, tekenpapier of zoiets. Maar als het maar een beetje stevig papier is, dan correspondentiekaarten, dan lijkt het me heel goed mee te gaan. Nou, ik denk dat we er zijn voor vanavond. Fijn dat jullie gekeken hebben. En tot over 14 dagen. Dan hebben we weer een grapje of iets anders. Tot dan. Dag.